Goeiedag. Wolkenvelden en een mooie zonsopkomst hier goed te zien op deze foto. Ja, vandaag een vrij rustige dag met wel vaak wolkenvelden, maar het blijft overal droog. Vanmiddag, dinsdagmiddag, ligt de temperatuur zo tussen 19 en 21 graden. Ja, een rustig weerbeeld en dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied. Dat bevindt zich boven de Noordzee. Dat zorgt voor een noordoostelijke stroming, houdt in principe wel de neerslag op afstand. Maar er trekken dus wel af en toe wolkenvelden voorbij. Naarmate deze week vordert overigens, denk ik wel dat de zon steeds meer ruimte gaat krijgen. Donderdag misschien nog wel in het binnenland een enkel buitje. Dat stelt niet veel voor, is maar op een enkele plaats. Vrijdag en zaterdag die zien er weer heel zonnig uit. Zoals gezegd dus, vanmiddag die wolkenvelden en die zonnige momenten. En vanavond gaat het op veel plaatsen opklaren. En ik heb hier een mooie foto van de volle maan. Want komende nacht is er wat bijzonders aan de hand. Dan is er namelijk een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Dan wordt er een hapje uit de maan genomen. Ik heb dat eventjes hier in grafiekvorm weergegeven. Rond 2:40 in de nacht dus, dan begint die maansverduistering. En het maximum dat is rond 4:45. Dus als u dat wilt zien, ja, zal u toch wel de wekker moeten zetten. Het is overigens een gedeeltelijke maansverduistering. De maan die trekt vrijwel helemaal door de bijschaduw. Maar een klein stukje dat wordt meegenomen door de kernschaduw. En dat betekent dat er een klein hapje uit de maan wordt genomen. En als u dan om 6:50 zou gaan kijken, dan is de hele maansverduistering weer voorbij. Het weerbeeld vannacht, op veel plaatsen is het allemaal wel prima te volgen. In de loop van de nacht kan er wel mist gaan ontstaan, vooral in de oostelijke helft. En verder zijn er ook wel wolkenvelden, maar dat is over het algemeen hoge bewolking. En ik denk dat de maan daardoorheen toch wel zichtbaar zal zijn. Minimumtemperatuur ligt tussen de 12 en de 15 graden. En we hebben te maken met een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. En morgen overdag veel zon, in de ochtend hier en daar nog wel grijs als gevolg van de optrekkende mist. Dat zal dus vooral in de oostelijke helft zijn. In de middag op de meeste plaatsen toch echt wel veel ruimte voor de zon. En de temperatuur loopt dan op naar zo'n 22 of 23 graden. Nog steeds met die matige noordoostenwind. De dagen erna veel zon over het algemeen, maar donderdag misschien dus wel in het binnenland een enkel buitje. De temperatuur gaat nog wat verder omhoog. We zien op veel plaatsen de 24 graden. En vrijdag ziet er ook zon overgroot uit. Kijken we ook nog even naar het weekeinde. Zaterdag ook zo'n mooie dag. Op zondag neemt de kans op een bui toe. En maandag, ja, dan moeten we er ook rekening mee houden dat er misschien wel een bui gaat vallen. Nog een fijne dag.